Hallo allemaal, mijn naam is Kjeld en leuk dat jullie kijken en luisteren voor etappe 13 van de Vuelta. 170 kilometer lang, geen gecategoriseerde beklimming, dus niet een pure sprintetappe, want de laatste 700 meter is 5%. We hadden een typische ontsnapping waar we verwachten dat het mogelijk Spaanse pro-Conti-renners waren of een grotere ontsnapping die voor de etappe konden gaan. Het was gedeeltelijk de eerste omdat er twee pro-Conti-Spaanse renners in zaten, maar er was ook nog een andere renner van IF, Julius van den Berg, in deze ontsnapping samen met Ander Okamika en Johan Bo. Het gat was gestegen tot ongeveer 3 minuten, maar werd gecontroleerd door meerdere ploegen zoals Trek en Bikers Change. In de tussentijd tot 20 kilometer gebeurde er vrij weinig, behalve dat het gat verminderd was tot een minuut. Met 14 kilometer gaan werd de ontsnapping uiteindelijk teruggepakt. Terwijl Ineos en Jumbo het oppakten toen ze de laatste 4 kilometer ingingen om te proberen hun klassementsrenners voor aan te houden, en voor Jumbo leek het erop dat ze ook voor de etappe gingen. Lopezin kwam aan de rechterkant van voren op een manier dat niet echt werkte voor hen. Als eerste hadden ze twee renners die naar voren kwamen. Dat was geen Melier en ook niet de laatste man, maar de twee renners schoven naar voren. En toen hadden we Melier die een beetje verder zat, die de twee renners uiteindelijk niet volgde. Met zijn laatste man achter Melier die ook nog langzaam ging, maar Melier volgde ook dat wiel niet. In principe bleef Melier in dezelfde positie totdat de sprint begon. Maar in persoonlijke mening denk ik dat de finish voor Melier eerder te moeilijk was voor hem dan in vergelijking met de andere sprinters, maar het is niet ideaal om natuurlijk een situatie te hebben waarin Melier degene is die in zijn wiel van zijn lead-out renner is. Dat is goed, maar hem dan niet volgt en ook de renners van zijn ploeg die naar voren kwamen. In de bocht op 850 meter voor de streep nam Jumbo-Visma de kop met Roglic in tweede positie, maar voor een bergopwaartse finish als deze zal dat niet genoeg zijn. Eén renner maar voor Roglic. Pedersen zat in een goede positie. Van Poppel en Groves waren aan het vechten voor het wiel van Pedersen. Uiteindelijk pakte UAE het wiel met Akkerman voor Molano. Met nog ongeveer 30 seconden te gaan is Akkerman al gelanceerd. Pedersen sprong in zijn wiel. Ik denk dat Akkerman niet wist waar de finishlijn lag, want hij was veel te vroeg, ging hij aan. Maar dat was weer ideaal juist voor Pedersen, die in zijn wiel bleef zitten en uiteindelijk een perfecte lead-out kreeg en het werk van een andere sprinter opknapte en zo de etappe wist te winnen. Cocquard wordt tweede, Akkerman derde, Wright vierde, Van Poppel vijfde, Pache zesde, Ezquera zevende, Van Gils achtste, Roglic negende en Berade tiende. Het is zeker geen beste Vuelta tot dusver geweest voor Tim Melier. Ik denk niet dat het een kwestie was van motivatie aan het einde van zijn Alpecin-contract. Ik denk dat het gewoon te maken had met de positionering in deze etappe. Het was niet per se de fout van zijn team, vond ik. Er waren echt wel momenten waarop Melier niet zelf naar voren ging en ook een deel van zijn lead-out niet volledig vertrouwd. Het zijn allemaal details waarom Melier niet competitief is op dit parcours. Er is geen veranderingen in het algemeen klassement. In het puntenklassement staat Pedersen ruim aan de leiding, want hij heeft er 250 en Soler die tweede staat heeft er 96. Ook geen veranderingen in het bergklassement waar Vai nog altijd aan de leiding staat. Het grote nieuws van deze etappe was dat Juan Ayuso positief was getest op COVID. Ondanks dat blijft hij in deze Vuelta. Dat kwam omdat de waarde in de RT-PCR-test bepaalt gewoon simpelweg hoe gedekt je uiteindelijk bent met COVID. Die waarde bepaalt dus hoe besmettelijk je bent en dat was uiteindelijk niet hoog genoeg. Je hebt er dus een bepaalde maximale grens dus bij die RT-PCR-test. En als je daar boven zit, zoals Sivakov en Yates, die de Vuelta dus wel moesten verlaten, die zaten dus boven die maximale grens. En Ayuso zat er dus onder. En daarom mag hij uiteindelijk in deze Vuelta blijven. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken en voor het luisteren naar deze aflevering. Vond je deze aflevering nou leuk? Doe dan zeker even de blauwe duimpje omhoog. Abonneer gelijk dan ook even hier beneden. Vergeet zeker even het belletje aan te zetten, zodat je niks mist van de volgende aflevering die online komt. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering. Laters.